Yo, kijk, dus je van GTA 5 en ik heb nu geen app. Want dat komt omdat, ja, dat is een nieuw land. Maar, ik heb wel die ene kaart gegeven, omdat die op PC is. En dan wil ik ook alleen betalingsmodus. Zo, ja, dat is ook gewoon duur. En ik weet niet, dat gaat dan wel voor mij dan. Dat is best wel een goede laptop, alleen ja, ik ben een beetje droom. Ah, dus ik dacht dat het iets leuks. Dus ik ben zo hyped dat ik alles kan. Maar ik ben nu bij de motorsport. Weet je, wat was het nu? Ja, deze. Ik wil zo graag die kopen, want voor degene wat niet weten is, als je nu even, als je dat weet, dan weet je wel van welke YouTuber dat deze auto gewoon heeft. Dat dacht ik niet, deze auto heeft en wel. Toros, met spreekt zo uit, wat naam die eigenlijk heeft. Maar, ja, die is wel, ja, ik wil eigenlijk gewoon sparen, gewoon even toch staan voor, en dat stond er hier. Dit vind ik een vervelend ding als mensen daarmee gaan kloten. Je bent er niet van, dus dat is soms. Wat staat hier nou? Deze, alleen ja, dat moet je nog verwarmen. Deze is zo fijn voor missies. Je ziet dat het andere kleur is. Ja. Dus alleen dan moet ik echt 1 miljoen hebben. Hoe krijg ik zo snel 1 miljoen? Is dat... Ik heb een challenge met de ene guy, dat is heel wat, dat heb ik gedaan. Maar die doet volgens mij nu gewoon veel GTA op dingen. En ik wil wel... Waarom dat je in die mening maakt? Ik denk als mensen vliegen in motors bent, zoals jij kan maar wat dingen opzetten, dus dan moet je betalen. Ja. Oeh, ik kan uit de Zeg even een reactie, dan weer.
Ik vind het gewoon zo jammer. Dit vind ik gewoon zo een jammer ding. Want omdat, ja. Ik wil graag voor GTA maken. Hoe komt dat voor GTA alleen? Ja, ik kan alleen met Xbox games. En ik vind het sowieso meer een heel PC. Nu doe ik dat niet samen. Dat vind ik gewoon zo jammer. Ik snap die regel niet. Ik snap die regel niet. Waarom? Ze kunnen GTA gewoon praten. Je kunt er gewoon praten, zou ik zeggen. Je kunt hem zo gewoon praten van een GTA. Maar dan. Nee, dat bestaat. Maar dat bestaat nog geen GTA-tje. Dat mij niet. Dan moet je echt zo'n toevoegen doen. Gewoon die doe je dan toch nog even voor je bankchat. En dan moet je zo'n chat in GTA. Dus allemaal met allemaal mensen op de game. En dan gewoon mensen die PC spelen en dan kun je zo. Anders vind ik het gewoon echt fijn, want ik speel zo weinig op Xbox. Maar volgens mij kun je daar ook niet echt veel mee krijgen, volgens mij, met met dat je die hele challenge doet. Ja, zij die was ze zeggen dat je 1 miljoen krijgt, dat je allemaal Ik hoop echt om zo weer achter te gaan. Oké. Ik ben er wel van. Oh, ik ben naar de film. Dan ook wel even naar de huis. Ik kan het niet doen. Ik vind het zo jammer dat ik naar iemand aan doe. Ik kan het niet doen, want ik moet in het zaal. Ik ga zo proberen naar her te kijken wat ik hoop eigenlijk. Ik hoop wel dat het iets kan. Wat zou een goede plek zijn waar ze het eigenlijk niet
opgevallen dat hij hier is. Ik ben best benieuwd. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Ik kan het proberen te kennen. Alleen is het hetzelfde op veel vrienden. Ik wil eigenlijk die guy proberen te kennen. Oh nee, dat vind ik niet. Nou, ik wilde zeggen, maar ik krijg er toch niet zijn geld. Dus ik moet anders het aanbouwen op klaar. Dat is me eigenlijk wel heel jammer. Ik vind het vet als ze schreeuwen van GTA 6. Nou ja, dat is toch denk ik al bepaald. Dus en, dat ik dat plekje kan gebruiken ervoor. En in São Paulo, dat is wel. São Paulo, dat is. Ja, nee, dat is mij niet de hoofdstad van Brazilië. Dat ligt in Brazilië, een plek in Brazilië, en dat is een woord gewoon, en ik wil zien dat gewoon, van, dat is gewoon echt zo'n druk in de taal, en dan kun je de taal ooit weten, ooit ook. Dus dat wil je gewoon, maar volgens mij is het niet zo. Ik wil ook Brazilië is echt zo'n druk veel lang, en maar bizar dat deze missie moet vervolgen. Dat ik een heisel missie moet vervolgen, maar dat kan niet in je eentje. En ik heb geen zin om. Of kan je gewoon buiten de aflevering doen? Ik wil gewoon graag zo'n. Nu ga ik downloaden. Zo, lekker
wij zijn Joey en Wilco. Ja, oh, ik hoop zo dat hij dat doet. Ik hoop zo dat hij blijft. Ik hoop echt zo dat hij blijft. Ik hoop het zo. Dat kan ik niet. Ik moet dat tegen afvallen, maar dat kan niet. Quite heavy if your day job is turning over liquor stores and gas stations. And the bonds in the box will be worth more than a few rumpled notes from a till, so the minor escalation is worth it if you can handle it. Plus, you know, the sea view. Nothing like just staring at the ocean while you contemplate money, power, incarceration, homicide, all those weighty issues surrounding your first foray into serious armed robbery. To thousands.
we spoke about. I'll be over to collect it with those people. Yeah. Charming as ever. Okay, see you soon. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Ben ik me echt benieuwd? Finding a life along the way.
Ik ben hier de afgelopen dag op de lijn, dat is niet anders. Dat ben ik nou zo'n